Vandaag spelen we Minecraft, maar er zijn draken in deze wereld. En ja, dan heb ik het niet over de Ender Dragon die iedereen kent, maar oprecht mega grote draken. En geloof me, dit is echt bizar, want er zijn zoveel draken in deze wereld. En sommige kunnen zelfs vuur spuwen of ijs. En Lotte en ik gaan zometeen samen op ontdekking om deze draken te vinden, want misschien kunnen we wel met ze vliegen. Doe zeker dat duimpje omhoog op de video, want dan verander jij in een draak. En oh ja, vergeet ook zeker niet om te abonneren, want anders wordt jouw Minecraft huisje platgebrand door de draak zelf. Oh Lotte toch. We worden weer wakker in dit tentje en een gloednieuwe dag. Je weet waar we nou op zoek zijn, toch? Ja. Ik bedoel, we waren bij een village en een mysterieuze villager genaamd de avonturier zei, je moet bij de jungle zijn, want in de buurt van de jungle heeft hij draken gespot, Lotte. En moet je nou even kijken waar we zijn? We hebben hier een bootje. Dit is ons tentje, dit is onze verblijfplaats. Dus ik zet daar alsnog een respawn point op. Want Lotte, wat je ook doet, pas op hier, oké? Want het is zeer gevaarlijk. Ik zou zeggen, laten we in ons bootje maar even op avontuur gaan nu het dag is. Ik zou zeggen, zit je in het bootje? Ja, ik zit erbij in. Laten we maar even een stukje gaan varen. Eens even kijken of we wat kunnen vinden in deze jungle. Als je wat ziet, Lotte, moet je het zeggen. Ja, komt goed. Oké, eens even kijken. Wat mooi. Het is hier super mooi, Lotte. Ja. Laten we anders deze kant op gaan en dan hier misschien het land op gaan. Dan kunnen we hier een beetje de boel ontdekken. Zullen we het bootje wel meenemen? Dat lijkt me wel zo handig. Ja, okay, onthoud, Lotte. Daar aan de overkant, ziet er ook, daar is ons verblijfplekje. Ons tentje staat daar. Dus wat we ook doen, we moeten niet verdwaald raken. Oké, laten we maar op zoek gaan naar die draken. Want ik ben heel benieuwd hoe ze eruit zien. En wat ze allemaal kunnen doen. En ja, ik ben misschien ook een klein beetje zenuwachtig. En misschien ook een klein tikkeltje bang, Lotte. Nou, ik niet een klein tikkeltje, best wel eigenlijk heel erg. Dat is ook de reden waarom ik onszelf een diamond sword heb gemaakt. Met alle diamonds die we hadden. Want we hebben letterlijk alleen maar wat vleesjes. Ik heb een bootje en één zwaard. We hebben niet eens armor, Lotte. Nee. Ja, ik hoop niet dat we ze tegenkomen. Ik zie tot nu toe in de lucht geen enkele draak. Letterlijk, er is... Ja, er zijn wel wat wolkjes aan de lucht. Alleen, er is geen draak in de lucht. Dat kan ik je wel vertellen. Lotte. Ja? Kijk eens aan de overkant. Is dat wat we, wat we zoeken? Heb ik het wel? Is dit een ei? Is dit een drakenei? Oké, daar komen we maar op één manier achter. Nee, niet te dichtbij. Want misschien is dit wel een nest, hè? En dat we, je weet wat dat betekent. Als je in de buurt komt van het nest, komt er ook een draak meestal. Oh my god, Lotte, aan de overkant zie ik allemaal rode eieren. Dit zijn een beetje blauw-wittige eieren. Ja. Het lijkt op ijs. Zou er dan een soort van ijsdraak of een witte draak in zitten? Oh, ik ben wel bang dat er elk moment een megadraak kan komen. Oh, pas op hoor, Dennis. Kijk goed om je heen. Misschien kunnen we de eieren meenemen om te experimenteren of om te kijken hoe of wat bij ons tentje. Ja, moeten we wel heel voorzichtig zijn. Sloop jij deze? Krijg je hem mee? Heb je hem? Mag ik hem zien? Ik heb hem. Voorzichtig, net zoals breekt hij. Oh, jij hebt hem opgepakt. Een dragon egg. Een blue dragon egg. Oké, Lotte, ik geef hem heel voorzichtig weer aan jou. Oké, Lotte, laten we ook maar zo'n rood draak eitje meenemen. En laten we hier maar snel weggaan voordat de draken daadwerkelijk komen, Lotte. Ja, echt heel snel. Oké, er staan er hier vier. Laat ik deze maar meenemen. Dit gaat best wel makkelijk, zo'n drakenei hakken. Ja, makkelijker dit is dan een rode drakenei. Oh my god. Laten we meteen weggaan hier, Lotte. Zo snel mogelijk met dat drakenei. Go. Want straks komt de moeder ons halen. Dat willen we echt niet hebben. Ja, of de vader. Je weet het maar nooit. Ja. Maar tot nu toe is het hier gewoon heel kalm. Ik hoor hier niks. Ja, het is wel heel stil. Maar ik hoor alleen maar een beetje vogeltjes fluiten. Voor de rest hoor ik helemaal niks. Kijk dan. Het lijkt hier toch heel onschuldig. Ja, maar ik weet niet of dat een goed of een slecht teken is, Dennis, nou, dat hij er zo stil is. Ik zeg je heel eerlijk, ik denk dat misschien de villager, genaamd de avonturier, hem misschien een beetje heeft overdreven. Ik hoop het maar, want... Oké, ik zet mijn bootje hier neer. Laten we nog maar even verder gaan kijken in de jungle dan. Dennis, wacht. Ja? Ik zie hier wat aan de linkerkant. Oh, we rijden er zo langs heen. Lotte, we varen. Maar links? We varen, ja, huh? Oh, hiervoor! Ja, met dat vuur en hekjes en kisten. Er staat hier een kist. Er staat zelfs een kist die open is. Hoe kan dat nou weer? Zie je dat? Ik weet het niet. Nee, bij mij is die dicht. Oh, bij mij is die open. De linkerkist is open bij mij. Oh, nou, een raar teken dan, denk ik. Wat zit erin? Dragonstaf, dragonhorn, een fluit, dragonmiel, een soort van stalen touw en flint en steel. Oké, raar. Maar ik zie hier bordjes, dus laten we hier maar even gaan kijken. Ja. Oké, wat zit hierin? Hier zit helemaal armor in. Deze dat ook? Nee, deze heeft dat niet. Nou, eens even kijken. Dennis, leg je ei in het vuur en zorg voor hem. In de kist ligt alles wat je nodig hebt. Goed.
hoedjes de avonturier. Tot, hè? Wat? De avonturier, oftewel de villager, heeft ons denk ik opgezet. Hoe wist hij? Ja, want hoe wisten wij dat we een ei moesten hebben? Hij zegt dat het bij de jungle is. Hij weet dat we een ei hebben. En hij is hier al geweest. Dit is wel heel raar. Maar er staat nog meer. Draag het armor en gebruik de tools. Dit is zeer belangrijk. En hier staat nog een bordje. Opgelet. Ijs in het water en fire in het vuur. En met ijs, dat denk ik dat jouw ei is. Ja, dat denk ik wel. En fire is denk ik mijne. Maar wat gebeurt als ik die in het vuur doe? Oh, pas op, Dennis. Bye. Oh. Wat gebeurt er? Ik heb hem erin gedaan. Er wow, zie je hem? Hij beweegt, of niet? Beweegt hij? Ja, hij gaat helemaal in de weer, zie ik. Oh my god, ja, hij beweegt. Oeh, pas op, Dennis. Motte, misschien is dit wel de manier hoe die moet uitkomen. Doe die jou in het water. Oké. Ben je er klaar voor? Ja. Hallo? Hallo? Gebeurt niks. Oh mijn god, Lotte. Oh, oké, Lotte, eruit. Oeh, pas op. Hij is een ijs. Ik ga de spullen pakken die in de kist zitten. Ik denk dat ik maar het armor aandoe waar het... Wow! Wat is er? Ik ben letterlijk een draak. Wow, waarom heb ik dat niet? Ik heb geen idee. Misschien moet jij jouw armor ergens anders vinden of zo. Of jij hebt het niet nodig, dat kan ook. En ik pak de rest van de spullen ook, maar ik weet niet wat het allemaal doet. Hij zegt gebruik de tools, maar waarvoor moet ik dat dan gebruiken? Ik heb geen idee. Het ziet er ook allemaal heel gek uit en maar zo. Maar hier staat dragon meal. Wil dat zeggen dat dit een maaltijd is voor het draakje? Dat we de draken letterlijk eten moeten geven wanneer ze misschien uitkomen? Ik denk letterlijk dat we ze nou aan het soort van broeden zijn. Dat ze uiteindelijk gaan uitkomen. Dat zou wel. En dat we dan een babydraak hebben en dat we dan met het eten ze steeds groter en groter krijgen. Zullen we gewoon even wachten totdat ze uitkomen, denk ik? Ja, dat denk ik wel. Zullen we dat op een afstandje gaan doen? Ja, want ik vind het hier niet heel veilig. Oké, laten we maar gewoon even gaan wachten totdat ze uitkomen, want volgens mij kan dat denk ik wel even... Oh, er gebeurt daar wel veel, maar oké, laten we maar gewoon gaan wachten aan de overkant. Kom maar bij even, bootje. Oh, we moeten wel achter. Andere kant op, ja, Dennis. Ik ga deze kant op. Lotte? Ja? Ik hoor allemaal vreemde geluiden en als ik zo even een beetje kan kijken, zie ik het vuur niet meer bij mij. Dus ik wil een kijkje gaan nemen. Dus ga je mee? Ja, sowieso. Oké, hou je zwaard paraat, oké? Oké, we moeten weer even draaien. Ik vind het heel eng, Lotte. Oh, ik heb mijn drakenpakje aan. Oké, ik hoor echt allemaal enge geluiden. Ik zie... Oh mijn god, Lotte. Wat is? Kan ik zien? Jij zit bij mij ervoor. Ik zie draken. Echt? Ze zijn uitgekomen. Oh, wat schattig. Oh my god. Kijk nou, we hebben gewoon een draak. Ik heb gewoon een mini-draak. Kan ik hem wat eten geven? Oh mijn god, hij werd groter. Zag je dat? Hij werd een stukje groter. Echt? Ja, hij werd een stukje groter. Oh, wat zei je? Kan ik hem nog een beetje eten geven? Oké, Lotte, voor elk hapje eten wordt hij groter, zie ik. Oh, Dennis, pas je op, want straks wordt hij echt mega groot. Kan ik hem aan het lijntje doen? Hallo? Oh, hij zit op je schouder, Dennis. Hij zit op mijn schouder. Ja. Kijk dan. Wow, dat ik heb echt gewoon super een draak op mijn schouder. Dat is toch raar? Hoe gaat hij er vanaf? Dat is heel raar. Hoe gaat hij er vanaf? Dan moet je shiften. Wow, dat is echt super vet, Dennis. Wow, als je shift en je rechtermuisknop, zie je alle informatie over de draak. Zo staat dat de eigenaar ben ik, dus Dennis. Hij is momenteel 2 dagen oud en dat komt omdat ik hem eten heb gegeven 2 keer. Dus per keer dat ik eten geef, wordt hij dus een dag ouder. Het is een vrouwelijke draak. Oh. En ze heeft 28 healing. Oh, ze kan gewoon op de schouder. Oké, ik neem haar mee. Laten we maar even bij jou gaan kijken. Of weet je wat, ik laat er wel eventjes hier. Ik ben heel benieuwd naar jouw draak, Lotte. Wacht, Dennis, wacht. Huh? Wat? Ik wou over dit hekje springen en ik zie hier door de bush helemaal verstopt. Wat? Waar? Kom eens. Hier, een chest. Heb je nog een kist? Hoezo nog een kist? Oh mijn god, Lotte, dit is je armor. Ja! Oh mijn god, nice! Ik wou echt zo graag al die armor hebben. Dat ziet er zo cool uit. Wow, Lotte, je ziet er echt super... Kom eens een beetje hier staan in het licht. Wow! Oké, Lotte, dit is wel een beetje eng. Zo herken ik je niet meer, hoor. Moet je ons zien überhaupt? We lijken gewoon sprekend op onze draken. Oh, cool. Wow, je ziet er echt vet uit. Maar ik wil je draakje zien. Ja, ik ook. Oké. Ga jij maar als eerste. Het is jouw draak. Hi, draakje. Oh, hij is zo schattig, Dennis. Wow, je hebt echt een babydraak. Geef hem eens wat eten. Oké. Hij wordt groter. Doe nog eens wat. Oh, Dennis, hij wordt wel heel groter. Kan je zien wat voor soort draak het is? Is het een vrouwelijke of een mannelijke? Dit is een... Hallo? Oh, hij is hier. Dit is een female. Dit is een vrouwelijke. En hij is alweer 7 dagen oud. Oké, wow. Dit is echt heel vet, hoor. Maar... Dit is echt heel vet, ja? Wat kunnen we hiermee? Oh, waar is die? Oh, hij is daar, hè? Huh? Wat? Wat gebeurt er? Oh, met de staf kan je hem Nee, hij loopt weg. Pas op. Hij loopt weg. Blijf hier. Oké, hij blijft nu zitten. Laten we maar een stukje op pad gaan met de draak. Ik neem de mijne ook een klein stukje mee. Want jouw draak staat in mijn draak. Kan je jouw draak verplaatsen? Draakje. Oh, Dennis, hij gaat weg. Lotte, waar is je draak heen? Dennis, mijn draak. Hoe haal ik hem terug? Kijk hoe groot hij al is. Wacht, ik
gaat mijn volledig... Oké, okay, hij... Oh, wat dat kan! Wow. Ik ben wel helemaal geglitcht. Wow, wat vet! Kijk, ik zit in... Kijk, huh? Ik zit er twee keer op. Kan ik ook vliegen? Ik kan wel lopen. Oké, okay, dat kan wel bepaald. Hallo, ik wil vliegen met de draak. Oh my god, wat de... Oh. Wat, je kan vliegen met je draak? Lotte, kijk! Wat? Oh, mijn hemel, Dennis. Kijk dan. Dit ziet er zo, het ziet er zo raar uit. Maar ik zit gewoon op een draak. Waar is jouw draak, Lotte? Ik ben mijn draak kwijtgeraakt. Die was hier toch ergens? Het heeft even geduurd, maar we hebben onze draak weer terug. Lotte? Ja? Waar ben je? Hier. Waar is ik hier? Oh my god, Lotte. Hoi. Wow, ik zie jou ook twee keer op de draak. Dat ziet er wel raar. Wow, je hebt toch een hele draak van ijs? Ja, cool hè? Wow, dit ziet er super vet uit. Ik kwam ook nog allemaal andere draken tegen. Dus waarschijnlijk kom je ook nog meer draken tegen. Maar Lotte? Ja? Als de kijkers willen dat we dit nog een keer gaan doen met meerdere draken en nog meer avontuur, dan moeten ze allemaal een duimpje omhoog doen. Want bij de 5000 likes op deze video ga ik dit nog een keer doen. En dan beloof ik dat het nog beter wordt dan nu. Maar Lotte, weet je wat ik net heb uitgevonden? Nou? Met X kan je dalen. Dus dan kan je een beetje naar beneden zakken. Oh ja. Ja. Maar dat is niet het enige. Wat nog meer? Ik kan vuur spuwen en jij kan ijs spuwen. Echt? Hoe dan? Druk maar op de knop R. En hou die maar ingedrukt. Kijk dan. Oh, wow! En jij spuwt allemaal ijs. Wow, dit is gruwelijk, Dennis. Kom, we gaan ergens naartoe vliegen. Kijk, en dan, ik ga proberen dit bos in de brand te steken. Kijk of dat lukt. Wow, dit is echt heel gruwelijk. Wow. Oh my god. Wow, Dennis. Ik maak alles van ijs hier. Oh, naar mee kijken. Wow. Wow. Ik maak alles van ijs. Wow, van bomen. Lotte, moet je nou kijken wat we hebben aangericht met onze draken. Oh, Dennis. Dit is echt bizar. Dit is echt bizar. Kom, we gaan naar een village. Dit is echt bizar. We gaan kijken of we de avonturier nog kunnen vinden van die village. Ja. Wow, dit ziet er zo vet uit, deze draak. Echt niet normaal. Die van jou ook, hoor. Oh. Lotte, wat doe je? Sorry. Oké, we doen net alsof hier niks aan de hand is. Wij komen gewoon met een draak binnenvliegen. Ja, wij doen niks, hoor. Lotte, ja. Maak jij eens dit huisje van ijs, die voor. Oké. Wow. Wow. Doe eens nog meer. Doe eens deze hele village. Oké. Van alles van ijs, Lotte. Woesh. Wow. Kijk dan, Dennis. Dit ziet er zo vet uit. Dit is echt gruwelijk. Lotte, mag ik nu? Mag ik nu? Mag ik nu? Ja, jij mag nu. Oké, let op, let op. Welk huisje zou ik doen? Deze hier? Ja, doe deze hier voor. Oké, let op. Oh, pas op, Dennis. Wow! Het wordt zwart! Huh? Het wordt allemaal kool! Het hele huis is gewoon verbrand. Dit is echt te ziek voor mij. Kijk dan, Lotte. Pas op, Dennis. Je steekt alles in de fik en mij ook bijna. Wow! Kunnen we een iron golem killen? Een iron golem? Bevries hem, Lotte, hier. Waar is die? Hier voor me, in het vuur, Hey! Oh mijn god, ik heb hem al gered. Heb je hem al gered? Oké, laten we allebei tegelijkertijd doen, oké? 3, 2, 1... Oké, ik ben sterker. Heb het niet overleefd. Wow, oké, deze hele village. Wow, Dennis. Lotte? Ja? Ik ga even op avontuur. Ik zie je een andere keer. Helemaal goed. Succes met de draak. Dankjewel, jij ook. Doei, doei. Doei. Vond je dit een leuke video? Vergeet dan zeker niet om dat duimpje omhoog te doen op deze video. Want bij de 5000 likes ga ik nog een keer dit doen met allemaal andere draken. En dan wordt het echt nog 10 keer beter. En dan check ik jullie bij de volgende video. Later!